Vroeger, jongen, Formule 1, jongen, was allemaal anders. Was het gewoon niet bijdenken, was alleen banden wisselen, niet om de tactiek, jongen. Als de wind er tegenaan komt, dan duwt die wind zo de auto naar de grond toe. En dan kunnen ze meer vermogen op het asfalt leggen, jongen. Dan hebben ze bedacht dat ze banden hebben. Maar ja, als je, dan kun je in de bocht zeg maar niet zo hard gaan, omdat je dan zo'n harde band hebt. Vroeger had je zeg maar alleen maar één bandenmerk in de Formule 1. En dan hadden ze dan A, B, C en D compound. Toen kwam de bandenoorlog. En toen hebben ze al die compounds afgeschaft. Dan had je alleen hard zacht. En nou heb je zeg maar, als het regent, moet je andere banden halen. En kunnen ze soms al 12 liter per seconde afvoeren. En dan moet je ze altijd kiezen. En als je de foute keuze maakt, dan moet je daarna weer terug om de goede keuze alsnog te maken, zeg maar. Maar je weet het nooit van tevoren. Sommige landen regent het bijna altijd. Als dan het weer ook heel warm wordt, dan wordt de motor heel warm. En als zeg maar dan die motor te heet wordt, dan heb je een blow-up. Gaat zeg maar heel hard lopen en dan denk je net van, oh ik ga lekker. Een hele grote rookpluim en dan ja, is het vermogen weg. Dan moet je stoppen. Stoppen. Dus. Hè? Wat? Jongen, als ik zeg maar aan het vertellen ben, waarom luister je dan niet naar mij? Ja, wat nou? Ja, nou ben ik echt boos. Ja, wat? Rots op, Formule Freak. Hey! 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 Kan het wel ietsje rustiger? Rustiger? Kan dat wel rustiger? Ja, wat? Ja, wat? Ja, wat? No! This is the Pulp Show!